Hoe ben je nou op het idee van deze kalender gekomen? Wij zijn een vereniging en we hebben heel graag dat de jongeren ook betrokken zijn bij de vereniging. Maar ook dat de jongere generatie voedselproducenten onder de aandacht komt bij burgers, consumenten. Nou, een leuke manier leek ons om ze zo mooi mogelijk op de foto te zetten op een positieve manier en daar een kalender van te maken. En hoe hebben de boeren daar in eerste instantie op gereageerd? Nou, sommigen wel een beetje terughoudend, maar eigenlijk de meeste wilden wel meewerken. Ja, die wilden wel een medewerking verlenen. Ik vond het wel een leuk idee. Nou, is juist een fotoshoot geweest. Wat vond je ervan? Ja, anders als anders. Hè. Dat is iets wat we niet iedere dag doen. Dus ja, leuk om eens een keer mee te maken. Zeker, ja. En wat heeft jou doen besluiten om hier aan mee te werken? Ja, ik zeg altijd dat we als sector transparanter moeten worden. We moeten laten zien wat we doen. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. En dan moet je daar natuurlijk zelf misschien wel de eerste stappen in zetten. Dus toen Ankie van Erp mij hiervoor benaderde, heb ik daar eigenlijk direct wel ja op gezegd. Omdat ik ook vind dat het hoort erbij. Ja, zouden dit soort activiteiten wat meer georganiseerd mogen worden? Ik denk van wel. Hè. Je ziet, in het verleden was het altijd zo dat de mensen wisten wel wat de boeren deden. Er werd voedsel geproduceerd en dat kwam op het bordje. En dat was zoals het werkte. En tegenwoordig, de kinderen denken dat de melk uit de fabriek komt en het vlees groeit aan de bomen. Om het eventjes een beetje te nuanceren. Maar ja, we doen hele mooie dingen. En ik denk wel dat het tijd is dat we het gewoon meer laten zien als we de afgelopen jaren gedaan hebben. Ja, en er komt ook een boerenkerstroute aan. Kun je daar nog even wat over vertellen? Op zaterdag 16 december organiseert onze vereniging ZLTO, de lokale afdeling Os den Bosch, een boerenkerstroute van 1 tot 6 in de Amstel-Eindstraat te Os. Twee jaar geleden hebben we dat ook gedaan. Dat was een heel geslaagd evenement. Er kwamen veel mensen op af. En dit jaar doen we het dus weer met vier boerenbedrijven. Twee melkveebedrijven, familie Van de Hengel en familie Visser, die zetten de staldeuren open waar mensen mogen komen kijken. En twee loonbedrijven, familie Van de Kamp en Koppens. En er is van alles te doen voor jong en oud. Kinderen kunnen knutselen, die kunnen in het een bootcamp doen tussen het stro. Een koe krijgt een make-over, er is een proeverij op stal. Een indoor kerstmarkt waar mensen kunnen proeven en inspiratie kunnen doen voor het kerstdiner. Maar natuurlijk, het belangrijkste is kennismaken met de lokale agrarische ondernemers en het verhaal achter het produceren van voedsel. Dat is eigenlijk onze achterliggende gedachte. Dus het wordt een mooi evenement. Zijn jullie zelf actief online? Nee, niet voldoende denk ik. Het is natuurlijk iets wat ook wel de nodige tijd vraagt. En de tijd is onze grootste vijand, zeg ik wel eens. We hebben een Facebookpagina met ons melkveebedrijf. Melkveebedrijf De Vennekes. Ik denk dat wij daar niet voldoende mee doen. Maar wij proberen wel zo goed en kwaad als we kunnen zo nu en dan wel iets te posten. Om een klein beetje te laten zien van de dingen die we doen. We willen ook graag de burgers informeren en laten zien wat we op de boerderij doen. En dat doen we via social media, de boer aan tafel. Dus ook informatie te vinden over de kalender en de boerenkerstroute. En natuurlijk de verhalen achter het voedsel produceren.